Het zal je maar gebeuren. Je zit lekker op de bank televisie te kijken of je legt je kinderen in bed. En dan ineens een enorme knal en dan blijken er explosieven naar je woning gegooid te zijn. Nou, dat overkwam een aantal bewoners aan de Kruisdijk in Portugal op vrijdagavond 19 april, om ongeveer 21:30 s'avonds. Uit een zwarte auto werden explosieven naar verschillende woningen gegooid, waardoor enorme schade is ontstaan aan de puien en aan de ramen van die woningen. En dit was niet de eerste keer dat er incidenten zijn aan de Kruisdijk in Portugal. Eerder werden de autobanden van bewoners lek gestoken. Deze beelden kunnen leiden tot de oplossing van de aanslag. Vanuit deze zwarte auto zijn de explosieven naar de woningen gegooid. De auto is niet goed te zien, maar soms kan de kleinste aanwijzing de politie al helpen. Wie herkent deze auto en weet meer over de inzittenden? En we willen van de kijker van Bureau Rijnmond eigenlijk weten of ze dat voertuig herkennen en of ze weten van wie het is. En als dat zo is, ja, laat het ons dan vooral weten. Bel 0800 6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.